Tropenbos Suriname heeft in samenwerking met de United Tour Guides Suriname, UTGS, een muurschilderij geplaatst aan de brug over de Sommelsdijkskreek aan de Kleine Waterstraat. Het schilderij wordt Murals genoemd. Rudy van Kanten, directeur van Tropenbos Suriname, zei bij de onthulling van Murals dat dit schilderij deel is van het project naar een groen en leefbaarder Paramaribo. Het project houdt in dat op strategische plekken in de binnenstad muurschilderijen zullen worden geplaatst. Van Kanten zegt dat het de bedoeling is dat er meer bomen komen in de binnenstad. En met de murals wordt de natuur gepromoot. We willen het bewustzijn van de Surinamer en vooral ook de jongeren vergroten. Ik zei al dat Suriname het meest beboste land ter wereld is. Maar als je toch kijkt naar de manier waarop we soms met het milieu omgaan. Je hebt de goudwinning, je hebt ook de ongecontroleerde. De manier waarop men hout kapt is soms ook niet op de juiste manier. En de stad heeft vooral in het bebouwde deel heb je steeds minder bomen. En we meten de temperatuur, soms is het al 41 graden. Dus we willen het bewustzijn bij de mensen vergroten. En komt nog bij dat dit is vlakbij het kantoor van de United Tour Guide Suriname. Dus als ze hier staan, hebben ze al een punt met bijvoorbeeld de toeristen. Waar ze kunnen praten op de natuur, over de natuur, om de toeristen te motiveren om dan ook naar ons binnenland te gaan. Rudy van Kanten. Ives Chansaki, voorzitter van UTGS, haalde aan dat de organisaties met dit project ook de waarde van Suriname op een creatieve manier wil benadrukken. De Heilige Weg staat op de agenda om daar ook op een creatieve manier aan te pakken. En ook bij, even kijken, bij Dresscode, dat is ook een clustermember. Van Dresscode, Jodenbreestraat, die hoek daar, tot aan de synagoge en moskee. En hoe lang moet dit project gaan duren? Het project, einde van het project, dat is in, even kijken, maart. Maart moet het allemaal gerealiseerd zijn. Dus eigenlijk maart moet het geld uitgegeven zijn. Dus daar zijn we dus nu druk mee bezig. En dit is eigenlijk de eerste. Dus ja, is een mijlpaal. Zei ik daarnet Ives Chansaki, het is Yves, ik ben daarnet gecorrigeerd. Hij is dus de voorzitter van UTGS en hij sprak afgelopen maandag bij de onthulling van het eerste muurschilderij Murals aan de brug over de Sommelsdijkskreek.